Welkom bij Omroep Leeuwarden, hier vanuit de raadzaal. Van zijn studio naast de raadzaal. Naast mij is komen te staan Otto van der Galien. Net al vaak in beeld over de participatieverordening. Een leuk onderwerp. Wat dingen ingediend daarover. Mijn eerste vraag is eigenlijk van, bij welke zaken heeft men een participatie nodig? Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk bij alle aanvragen die op ruimtelijk gebied zich bevinden. Dus wil je een huis bouwen, wil je een appartementencomplex ergens bouwen, wil je een weg aanleggen, wil je een weg verbreden of wat dan ook. Bij dat soort dingen heb je mogelijkerwijs een participatietraject nodig. He, want er zijn een aantal uitzonderingen, daar hebben we een keurige lijstje voor. En dan hoeft het niet, maar in heel veel gevallen moet het ook wel. Ja. En maakt zo'n participatie het nou ook eenvoudiger? Nou ja, dat is maar de vraag, hè? Want dit komt natuurlijk voort uit de Omgevingswet. Die is per 1 januari van dit jaar ingegaan. En daarmee heeft men een heleboel andere regelingen en verordeningen op één bult gegooid. En daar is de Omgevingswet voor teruggekomen. En ja. De Omgevingswet die zegt ook dat er een participatieverordening moet komen. Nou, die had er in principe voor 1 januari moeten zijn. Maar goed, ik snap ook wel, dit maakt het niet zo heel veel uit. Nou, die hebben we nu behandeld. Ja, er zat voor ons één ding in waar wij best wel een beetje problemen mee hadden. Één bepaling bleef er heel erg vaag door het woordje kan wat erin zat. Dat noemen we dan een kan-bepaling. Nou, die willen wij eruit hebben, zodat er een leidraad moet komen waaraan mensen zich, waarmee mensen uit de voet kunnen als er participatie nodig is. He, dus als een initiatiefnemer ergens een appartementengebouw wil neerzetten, dan is er participatie nodig. En met die leidraad heeft die initiatiefnemer een richting hoe die dat moet doen. Okay. En daarmee hoop je dat het ook voor de omgeving duidelijk wordt wat er gaat gebeuren, hoe de inspraak is geregeld, enzovoort, enzovoort. Ja, wat mij opviel is dat er gekeken werd ook naar Groningen. Ja. Maar dat er eigenlijk niet vanuit de landelijke overheid iets opgesteld is, maar dat iedere gemeente misschien het eigen wiel uit moet vinden. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, en dat is eigenlijk wel een van de grote problemen waar we nog wel voor komen te staan. De Omgevingswet die is dus nu net ingevoerd in heel Nederland. Ja. Maar je ziet nu al dat gemeentes daar heel wisselend mee omgaan. Dus de interpretatieruimte is wat groter dan in het verleden. Dus het kan best zo zijn dat je in Groningen op een andere manier participatie gaat krijgen dan in Leeuwarden. En in Leeuwarden kan het dan weer anders zijn dan in een buurgemeente als Waardhoeken bijvoorbeeld. Eigenlijk heel apart. Maar goed, het is dan wel in een gemeente. En we beginnen er nu net mee. Dus het kristalliseert zich ook wel wat uit. En er zal, ik verwacht ook wel dat binnen nu en een paar jaar dat er wat richtlijnen zullen komen waardoor het allemaal wat meer gestroomlijnd gaat worden. Maar dit gaat nog wel her en der voor problemen zorgen. Oké. Okay. Dan had ik de vraag, de Leidraad Omgevingswet, wordt dit per project maatwerk? Echt wordt per project maatwerk. Hè? Want in het debat ging het er ook al over, als je in het buitengebied iets wilt en er wonen bijna geen mensen, dan heb je een hele andere situatie dan dat je ergens een appartementencomplex van 5 hoog wilt neerzetten. Ja, hè? Dus, de Nieuwstad. Precies, of de Nieuwstad. Dus dat per, het wordt echt maatwerk. Okay. Ja. Dan hoorden we ook iets over het recht om uit te dagen. Ja. Wat moet ik daar mij nou bij voorstellen? Nou, het meest simpele voorbeeld is, overal in onze gemeente heb je her en der wel parkjes, hè, en of stukjes tuin die van de gemeente zijn. Ja. En je zou je kunnen voorstellen dat een stel mensen die daaromheen wonen zegt, goh, wij willen dat stukje wel gaan onderhouden. Dus niet meer laten onderhouden door de gemeente, maar door een buurt. Ja. Nou, dat geeft dan verplichtingen over en weer. Hè? En de gemeente is er best wel een beetje huiverig voor, want de gemeente doet op een bepaalde manier. Nou, mensen uit die daaromheen wonen kunnen best een andere mening hebben. Dus dat is het uitdagerecht, right to challenge dan. Okay.
En ik denk dat we daar ook gewoon mee moeten experimenteren. Al moet je er ook geen wonderen van verwachten, hoor. Want sommige overheden doen het al. Nou, het pakt niet altijd even goed uit. Maar het is wel een nieuwsgierig iets. Het kan dus inderdaad ook averechts werken. Nou ja, het kan als je wat afspreekt en mensen houden zich er niet aan. Ja, dan komt het uiteindelijk wel op het bordje van de overheid terecht. Ja. Ja. Om het voor de luisteraar misschien en de kijker wat makkelijker te maken. Hoe zou je het woord participatie het liefst omschrijven? We hadden al een poging. Ja, dat was een heel ongelukkig woord. En er is eigenlijk geen goed woord voor. Participatie betekent voor mij meer meedoen. Dus dat je als belanghebbende ook meedoet om te kijken of je een voorstel ook beter of anders kunt krijgen. Ja. En ik denk dat dat het meest simpele is. En ik ben er altijd wel voor om het zo simpel mogelijk te houden. Ja, te vereenvoudigen. Precies. Op die manier, ja. Ja, voor iedereen begrijpelijk. Nee, ja, want ik bedoel, iedereen heeft een ander niveau ook. En je kan allemaal wat dure woorden aankomen, maar daar koop je niet zoveel voor. Ja. Dit is wel iets wat een wettelijk recht is. Nou, maak het dan ook zo simpel mogelijk. Dus het meedoen ergens voor. Ja, dankjewel voor je inbreng. Graag gedaan. Kijkers, bedankt ook voor het kijken vanavond bij de raadsvergadering en het volgen. Wij zijn er volgende week weer en ik zou zeggen tot dan. Omroep Leeuwarden voor stad en dorp.